5. Jullie in het verspeel net. Dan staat hij weer in te drillen. En die ogen. Nou, mij ook. Oh, okay. We hebben hem gevangen nog helemaal achter bij het eiland. Zoep. Bij de dorre struiken erachter. En dan mag voorzichtig mee, Jules. Ik hoor dat ze een dikke zijn. Aan de beet te zien. Ik hoop het, zegt hij. Of een rat. Dat is toch een dikke rat. Dat zijn de 3 poken van mij. We hadden ook eentje eruit gehaald, 12 kilo. We hebben hem om de boom heen, Jules. Een rare beet, hè? Piep, 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 en dat was het, hè? Ja. Een rare beet, daar houden wij van. Dat is een verrassing, wat zou het zijn, Jules? Een karper. Ja, dat is een karper. Ja. Dat ging ook wel vanuit, hè. Oeh. Dat is een vette, Jules. Dat is weer een dikke, jongen. Dat is kassa! Klasse, jongen. Wow, dat is weer een dikke boven de 15 kilo. Dik te boven. Net naar de grote boeien. Voor de nieuwe. Oh boh, jongen. Ik hoop dat het een dikke is, zegt hij. Kijk eens daar, wat een varken. Op mijn plek bij het eiland, hè, vriend. Sorry, chef. Wat schat je? Kiltje van 18, 19, 20. Zoiets! Was ook weer een beet, hè? Schitterend, hè? Ik hoop dat het een 40er is, Jules. Wow, dat is mooi, hè.
klasse bal, jongen. Klasse bal. Wat een week, hè. We zijn een goede week hier. Dat is net voor het volvreten, hè. Ja. Begin van de herfst. Nou, dan gaan we even naar de weekapparatuur. Die gaan we even bijstellen. En Jules, heet niet meer, jongen. Maar goh. Oh. Geen opbeeld. Oh ja. Oeh. Wat is die? 17,5. 17,7. Nee. 7? Ja. 17,7. Snijtjes. Ja, dat denk ik. Daar ben ik blij mee. Hey, dat mag ik denken.